startsploeg HFC tegen TEC in het oranje. De eerste mogelijkheid is voor Sterling namens de thuisploeg. Dat vorige week voor het eerst wist te winnen in de competitie uit bij de dijk. Dan aan de andere kant deze mogelijkheid. Ja, dit zijn kansen. Machiavala had de kans op de openingsgoal voor TEC. Dat moeizaam aan de competitie begonnen is. De Visser. Goede loopactie van De Visser. Die wordt weggestuurd. Helemaal vrij. Goede aanname en een goede paas. En Castien met de 1-0 in de 38e minuut. Komt de ploeg van Verdonkschot op een 1-0 voorsprong. Woensdag speelt HFC voor de beker in Staphorst tegen de plaatselijke hoofdklasser. Dit is Sado, de doelman van TEC. Op vlak van rust wordt hij geschaakt door Sterling. Wat een blunder van die doelman van TEC. Sado, en dan is het op vlak van rust 2-0. En dan is het verschil groot tussen HFC en TEC. Afgeslagen bal. Ja, als je zo de bal in de voet speelt van een tegenstander, dan verdien je het ook om afgestraft te worden. Doelpunt nummer 2 voor Castien en de 3-0. Wanorde dus in de verdediging bij TEC. Dat dus een verloren wedstrijd speelt bij HFC. Krijgt nog wel wat mogelijkheden, zoals hier. Robbie Holder, de uitspeler van Spakenburg en Veendam, met de 3-1. Maar ja, deze goal komt natuurlijk veel en veel te laat. In de slotfase wordt het dan uiteindelijk nog 4-1. En zo boekt de ploeg van Ted Verdonkschot de tweede zege op rij. Want de 4-1 is van Olsthoorn op een assist van Van Zon. Een makkelijke zege dus voor HFC.